Ja, van harte welkom allemaal op Internationale Vrouwendag 8 maart bij het verkiezingsdebat over vrouwen in de frontlinie. Fijn dat jullie er allemaal zijn en allemaal de weg online hebben weten te vinden naar dit verkiezingsdebat. Ik zie ook al een aantal politica glunderen, die hebben er volgens mij ook zin in. Hartstikke fijn. Leuk dat jullie er zijn. Ja, wat gaan we vandaag doen? Mijn naam is trouwens Anouska Leheij en ik ben jullie onafhankelijke, onpartijdige of alpartijdige gespreksleider. Misschien beter om te zeggen. Ik zal zo ook wel mooi mijn achtergrondschermpje gaan veranderen. Want ik doe het natuurlijk ook in opdracht van de FNV. Van de FNV Vrouw en ook het Vrouwennetwerk. Dus hartstikke leuk dat jullie er allemaal zijn in zulke grote getalen. Ja, want we gaan het komende anderhalf uur met 7 politica in debat, de kandidaten voor de Kamerverkiezingen. Ze gaan ze straks aan jullie voorstellen, dus ik verklap nog even niks. Maar het zijn in ieder geval hartstikke veel geworden. En allemaal vrouw. En wil natuurlijk ook heel graag van jullie, als onze kijkers weten wat jullie van dingen vinden. Dat betekent dat strakjes wel Deborah jullie schermpjes wel gaat uitzetten, zodat we onze politica straks goed in beeld kunnen krijgen. Maar we gaan jullie wel vragen om mee te stemmen over de stellingen die we gaan voorleggen. Dus die kan je sowieso strakjes gaan gebruiken via de poll. En als je vragen hebt, zet die dan vooral in de chat. Of als je opmerkingen hebt. Ik probeer sowieso de chat mee te lezen. Maar ook Irene Hemelaar gaat dat doen. En we proberen jullie dan ook, als het lukt met het oog op de tijd, ook even live in de uitzending te krijgen om je vragen te stellen. 4:30, dat is de eindtijd. Dan proberen we ook deze Vrouwenvieringsdag af te ronden. En voordat we inderdaad ook naar Kitty Jong gaan voor een korte aftrap ook voor het thema, wil ik eerst nog eventjes kijken wie er allemaal bij ons zijn. Want ik zie nu dat we 68 kijkers hebben. Dus misschien, Deborah, zou jij even wat polvragen kunnen opstarten. Allereerst natuurlijk de vraag, ben je FNV-lid of niet? Want in principe kan iedereen deelnemen en meedoen aan dit verkiezingsdebat als kijker. Dus ben je lid van de FNV of niet? Heb je vaker Vrouwendag gevierd? Of is het misschien wel de eerste keer? Werk je in de frontlinie? Want daar gaat het natuurlijk ook vandaag over. Vrouwen in de frontlinie. Vrouwen die werken in de zorg, in de kinderopvang, in de schoonmaak, in de retail. Dus ben je zelf ook een vrouw in die frontlinie? En weet jij al op wie je gaat stemmen? 16 en 17 en 15 maart eigenlijk. Hè? Mogen 3 dagen stemmen dit jaar. Dus vul eens eventjes onze vragen in, zodat we wat nader kennis met jullie kunnen maken. En we hebben trouwens 53%, Anouska. Dus nog eventjes en dan... Oké. Hartstikke goed, dankjewel Deborah. Ja, misschien is het ook wel even een goed moment om ook onze gebarentolk Erika Zegers aan jullie voor te stellen. Want Erika, je bent ook in ons midden. Ik moet even zoeken waar ik jou eigenlijk zo snel kan vinden. Daar ben je, heel goed. Heel fijn ook dat je er bent. Ik zal proberen, het wordt natuurlijk een debat, dus het gaat allemaal hartstikke razendsnel. Maar toch kijken of het ook allemaal in gebaren uit te leggen is. Maar heel fijn dat je er bent, Erika. En natuurlijk ook alle andere mensen die slechthorend zijn. Of misschien ook doof. Dat ze ook op deze manier mee kunnen doen met het verkiezingsdebat. Ja. Ja. Zal ik hem beëindigen? Anouska, ik ben heel benieuwd. 71%. Ik ga hem beëindigen. En we gaan eens. Kijk eens aan, nou dat is toch leuk. We hebben in ieder geval een kwart van de mensen die niet lid is van de FNV aan boord. Nou ja, hartstikke fijn. Ja, ik zou natuurlijk zeggen, na dit webinar wordt natuurlijk allemaal lid. Hè, want de FNV kan elke steun denk ik wel gebruiken. Heb je vaker Vrouwendag gevierd? 8% is de eerste keer. 33% tussen de 2 en 5 keer. En we hebben echt de die-hard vrouwendagvierders bij ons. Want een hele grote groep heeft het zelfs 20 tot 30 keer al gevierd. Nou, hartstikke, hartstikke goed. En werk je in de frontlinie? Kijk aan, ja, 8% van jullie werkt in de zorg. Ook een grote groep staat voor de klas. We hebben geen winkelpersoneel aanwezig. Een aantal mensen ook in de schoonmaak.
En ook een aantal mensen iets anders. Ja, het staat ook al in de vraag. Zet ook even in de chat waar je dan werkt. Want dat is natuurlijk ook leuk om te weten. En 65% zegt nee, ik werk niet in de frontlinie. En dan is het ook natuurlijk wel leuk om van jullie te horen. Waar hoop je eigenlijk ook op tijdens dit debat? Ben je misschien wel actievoerder of kom je op voor de belangen voor de vrouwen in de frontlinie? Laat het ons weten. En weet je al op wie je gaat stemmen? Nou, dat is natuurlijk zeker goed voor onze politica eigenlijk die kijken. Nou, het is redelijk evenwichtig verdeeld. Alhoel het CDA, die komt er bekaaid van af. Daar gaat in ieder geval tot op heden nog niemand op stemmen. Maar dat kan natuurlijk allemaal veranderen na het debat. Partij voor de Dieren, 10%. GroenLinks is populair, evenals de PvdA. We hebben ook een aantal VVD-stemmers, D66, SP. Maar een hele grote groep van jullie weet het ook nog niet. Dat zijn de bekende zwevende kiezers. Dus er valt in ieder geval nog iets te winnen, ook voor onze debaters. En misschien is het wel leuk inderdaad om aan het einde van het debat ook nog te vragen aan jullie allemaal of jullie mogelijkerwijs ook je stemvoorkeur hebben veranderd naar aanleiding van het debat. Goed. Ik ga mijn achtergrondje ook even wijzigen. Als het goed is, gaan jullie nou eens zien. Want we gaan dan ook echt van start met het FNV-verkiezingsdebat. Vrouwen in de frontlinie. En dan wil ik eigenlijk in eerste instantie aftrappen met Kitty Jong. De vicevoorzitter van de FNV. Kitty, ben je ook bij ons? Ja, zeker. Daar ben je. Hartstikke goed. Nou, van harte welkom bij door jullie zelf georganiseerde verkiezingsdebat. Ja, Kitty, laat ik eerst even met jou aftrappen om ook te achterhalen wat de FNV belangrijk vindt als het gaat om vrouwen in de frontlinie en emancipatie, ook in brede zin. Want jullie hebben een enquête uitgezet onder 100 vrouwen, 100 deelnemers van de 8 maart bijeenkomst. Wat kun je zeggen? Welke thema's noemen zij als belangrijk? Nou ja, ik ben allereerst ontzettend leuk om hier te zijn. Leuk dat de opkomst zo mooi is. Ik denk dat het een belangrijk onderwerp is, een belangrijke dag voor ons. We hebben inderdaad een enquête uitgezet en we zijn natuurlijk zelf al wat langer bezig met de vrouwenagenda. Nog niet lang genoeg, mag hoger op de agenda. We hebben natuurlijk ook onze eigen verkiezingen nog aanstaande woensdag. Maar dat terzijde. We hebben vorig jaar in oktober onze diversiteitsagenda aangescherpt. Omdat wij zelf ook te lang de vrouwenagenda, de emancipatieagenda, als een onderwerp in de marge gezien hebben. En in onze diversiteitsvisie, die tot stand is gekomen, alle afzonderlijke bonden hadden natuurlijk die visie wel. We hebben dat na de fusie te laat bij elkaar gebracht. Dat is nu wel gebeurd en we hebben daar ook een accentverschil in aangebracht. Eigenlijk is het meer dan een accentverschil dat de diversiteitsagenda in zijn totaliteit niet een onderwerp in de marge is, maar juist een onderwerp wat het hart van de vakbond is. Het hart van het vakbondswerk. Waarom? Omdat vrouwen zijn oververtegenwoordigd in flexwerk. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in banen met onzekere contracten. In banen die het minimumloon verdienen. Maar ook in de bijstand. De meeste mensen in de bijstand zijn vrouw. Onveilige werkomstandigheden, seksuele intimidatie op de werkvloer. Het zijn allemaal zaken waar vrouwen op het werk mee te maken hebben en wat gewoon keihard vakbondswerk is. Ja, en hoe verklaar je dan dat het eigenlijk zo weinig aandacht heeft gehad in het verleden, dat het toch een beetje een onderwerp in de marge was? Nou ja, ik denk dat wij als organisatie daar misschien ook wel bepaalde verantwoordelijkheid voor dragen, zeg ik dan ook maar in deze omgeving even in alle eerlijkheid. De achterblijvende beloning van vrouwen is tot nog maar enkele tientallen jaren geleden werd dat ook in de Stichting van de Arbeid, waar werkgevers- en werknemersorganisaties zijn vertegenwoordigd, ook niet zo vreselijk belangrijk gevonden.
Ook daar werd tot in de jaren 70 nog gezegd, oh ja, hè, vrouwen, ze worden wel zwanger, zijn misschien iets vaker ziek, dus dat ze iets minder betaald krijgen is misschien niet zo gek. En dat was de heersende opvatting tot een aantal tientallen jaren geleden ook nog in de Stichting van de Arbeid. Dat is gelukkig allemaal veranderd. Ja. Maar wij zijn wat dat betreft als organisatie niet veel beter dan hoe het in het land gaat. We bungelen natuurlijk als Nederland nog steeds onderaan alle lijstjes. En wat ik het grappige vind in de enquête, is dat wat daaruit komt, aan waar we de accenten op zouden moeten leggen, komen in hoge mate overeen met de agenda die wij al sinds een paar jaar hebben. En dan misschien tot slot nog eventjes voor de aftrap. Wordt veel gezegd dat corona een aantal zaken op die arbeidsmarkt heeft blootgelegd. En dat geldt ook voor de emancipatieagenda. Want we hebben het vandaag over vrouwen in de frontlinie. Vrouwen in de zorg, in het onderwijs, in de schoonmaak, in de detailhandel, in de kinderopvang. Dat zijn natuurlijk en sectoren die zijn door blijven draaien met die vrouwen daarin. Tegelijkertijd zien we dat structurele investeringen in die sectoren achterblijven. Dat ik bijvoorbeeld in de zorgsector, de welzijnssector, nog steeds keihard moet vechten om daar persoonlijke beschermingsmiddelen voor elkaar te krijgen. Je ziet dat vrouwen daar nu al een terugval in inkomen hebben. Want ja, van de 200.000 besmettingen in de zorg zijn er heel veel mensen, heel veel vrouwen met langdurige klachten, die nu in het tweede ziektejaar terechtkomen en die gekort worden op hun inkomen. Dus het is nog, dus en corona versterkt eigenlijk de agenda die wij al hadden en die wij vorig jaar hebben vastgesteld. En dat is dus alle aanleiding voor ons om deze agenda ook na deze dag met volle vaart op te pakken. Ja, dus ook na deze dag met volle vaart. En wat betekent dat concreet? Want je noemde eigenlijk de thema's. Het zijn eigenlijk thema's die integraal horen bij het vakbondswerk. Ja. Dus betekent dat 100% op die vrouwenthema's en eigenlijk ook op die mannenthema's? 100% op die thema's en ik hoop dat ik daar dan ook aanstaande woensdag wat meer ruimte voor ga krijgen en nog een extra streep op mijn schouder om dat wat kracht bij te zetten. Het zit ook heel erg op de beïnvloeding van een regeerakkoord. Hè. Structurele verbeteringen in de zorg, in de beloning van zorgmedewerkers, dat is echt een hele belangrijke prioriteit. Maar ja, het zit natuurlijk, en dat geldt hetzelfde voor het onderwijs. Er zijn heel veel vrouwen die natuurlijk ook in de publieke sectoren aanwezig zijn. Ja, dus je zegt, we hebben ook, ja, dus we hebben de politiek daar ook bij nodig. Je kunt als vakbond niet alleen. Verwacht je nog iets van het debat wat we vanmiddag gaan voeren? Ja, ik hoop vooral, dat is natuurlijk de politiek die aan zet is. Daar hoop ik steun voor onze agenda, voor die investeringen, voor die equal pay, voor ook de seksueel geweld op de werkvloer. Hè. ILO moet nog steeds geratificeerd worden, het verdrag 190. Zetten wij ons ook allemaal voor in. En verder weten wij natuurlijk als vakbond zelf heel erg goed wat wij te doen hebben. En je zei net even, de FNV kan alle steun gebruiken. Nou, het is ook omgekeerd, hè. Het is twee kanten op. Ik denk dat ook heel veel vrouwen die nog geen lid zijn, de steun van de FNV ook heel goed kunnen gebruiken. Om op die cao-tafels zaken voor elkaar te krijgen, om de cao ook vrouwvriendelijker te maken. Bijvoorbeeld als het ook om overgang gaat, om kinderopvang. Maar we hebben een aantal zaken heel hard nodig. Dus ik hoop van de politiek straks steun te horen op de equal pay. Ik hoop steun te horen op de investeringen in de publieke sectoren die ten goede komen aan veel vrouwen. En ik hoop ook op gratis kinderopvang. Nou, we gaan aan de slag, Kitty. Dank je wel. We hebben heel veel te bespreken in een hele korte tijd. Maar dank je wel voor deze aftrap. Ja, want we gaan inderdaad komend uur, komend anderhalf uur, gaan wij met onze politica, die bij ons zijn, 5 debatten voeren. En we gaan ze voeren over 5 thema's. Kitty noemde er eigenlijk al een paar. Vrouwen in de frontlinie. En dan vooral ook de extra kosten die zij maken. En het inkomensverlies wat zij ook hebben gehad. Daar gaan we een debat over voeren. Gelijk loon, gelijk werk. Een belangrijk thema. We gaan stilstaan bij seksuele intimidatie.
Als vierde thema het vrouwenquotum. En als laatste thema inderdaad de kinderopvang, de gratis kinderopvang. Vijf blokken dus, vijf debatten. We gaan ook elke keer aan jullie als kijkers vragen wat jullie mening is over een bepaalde stelling. Wil je dus reageren, dat kan je via de chat doen. En ik zal dus ook kijken of we gedurende het debat ook wat mensen live hun vragen kunnen laten stellen. En aan het einde van deze uitzending zijn we natuurlijk heel erg benieuwd wie jullie de winnaar vinden van het debat. En dat hoeft dus niet de partij te zijn waar je op gaat stemmen. Maar het kan gewoon zijn dat je zegt, nou, deze vrouw die heeft het fantastisch goed gedaan. Goede argumenten, heeft je goed bij de stelling gehouden. Was duidelijk ook in haar belofte. Dus daar gaat dan mijn voorkeur naar uit. Goed, ik stel voor dat we onze debaters erbij gaan halen. We hebben er zeven. Ik heb aan alle zeven gevraagd of ze zich in 30 seconden willen voorstellen. Dus daar zal ik heel streng in zijn. Ze krijgen 30 seconden tijd om te vertellen wie ze zijn en waar ze voor staan. En wie hebben we in ons midden? Sunita Bihari van de SP. Misschien kunnen we ze even allemaal in beeld brengen, voordat ik jullie de floor geef. Serpil Ates van GroenLinks. Judith Thiele van de VVD. Songül Mütler van de PvdA. Marijke van Beukering van D66, Leonie Gerritsen van Partij voor de Dieren en Wietske Postma van het CDA. Onze zeven vrouwen. Ik weet niet of we allemaal in beeld kunnen. Als dat niet zo kan, gaan we gewoon in eerste instantie van start. Want Sunita Bihari van de SP, jouw eerste 30 seconden gaan in. Ja, ik ben Sunita Bihari, moeder van twee hele toffe kinderen. Ik heb 19 jaar lang in de jeugdzorg gewerkt. En ik ben ook 15 jaar lang jeugdzorgmedewerker geworden. Ik ben de jeugdzorgjongere geweest. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik de noodzaak voel om iets te veranderen. En niet omdat ik nou dacht, dat is nou tof om te doen. Is dat binnen 30 seconden? Hartstikke goed. Ja, Sunita, dankjewel. We gaan jou zo meteen verder horen. Serpil Attes, the floor is yours. Serpil is er nog niet, dus die komt later. Ik ben er. Hoe heet je? Kan je zeggen hoe je heet? Want dan kan ik je naar voren halen. Je bent Serpil, een Zoom-user. Serpil Attes. En ze heet nu Zoom-user, Deborah. Misschien kan je Serpil straks nog even je naam veranderen in het... Ja. Dat zal ik even doen, ja. Oh, Serpil, 30 seconden. Ja. Wie ben je en waar sta je voor? Ik ben Serpil Attes. Ik ben de activistische raadslid van GroenLinks in Den Haag. En ik sta nu op de lijst, landelijke lijst. Activisme zegt al veel. Ik sta voor mensenrechten, voor vrouwenemancipatie, voor kansengelijkheid. En vooral in landen zoals Nederland, waarin het lijkt alsof we er zijn, maar er nog lang niet zijn. Ik sta nu op... Op de Museumplein in Amsterdam voor de mars van 8 maart. Dus ik hoop dat mijn stem wel genoeg overkomt. En ik ga zo hopelijk wat beter op de stellingen. Ja, en je tijd is inderdaad ook om. Dankjewel Serpil en van harte welkom. Judith Thiele van de VVD. Ja, hallo. Mijn naam is Judith Thiele. En ik geloof in de krachten en de talenten van vrouwen. En ik kom dus ook graag op voor al die vrouwen die meer willen maken van hun leven, die meer willen maken van hun werk. En die misschien een duwtje in de rug af en toe nodig hebben, een steuntje achter zich om inderdaad hun talenten en capaciteiten serieus te nemen, zodat we ons meer laten zien met z'n allen in de Nederlandse samenleving. Oké, dankjewel Judith en ook welkom. Songül Mütler van de PvdA, the floor is yours. Dankjewel, mijn naam is Songül Mütler en ik ben een sociaaldemocraat in hart en nieren. Ik kom zelf uit een gezin met zes meiden en een moeder die nooit de kansen heeft gehad om te mogen studeren. Dus ik weet niet beter dan dat ik keihard heb gevochten. En op die manier ben ik het product geworden van een sociaaldemocratie. En ken ik het emancipatieproces. En zal ik mij daar altijd keihard voor in blijven zetten. Dat heb ik gedaan eerst als raadslid, fractievoorzitter en nu al 3 jaar als wethouder.
En hopelijk straks in Den Haag. Want ik vind echt dat vrouwen met hun krachten een veel betere plek verdienen. Oké, okay, dankjewel. Marijke van Beukering, het stokje gaat naar jou, D66. Ja, dankjewel voor de uitnodiging om hier vanmiddag bij te zijn. Mijn naam is Marijke van Beukering. Ik ben nu Kamerlid en opnieuw kandidaat. Ik heb een bloem meegebracht. Ik weet niet of je hem kan zien. Een beetje lastig zo. Ja, zo wel. Ja. Oké, omdat de bloem staat voor mij symbool voor solidariteit en strijdvaardigheid. 22 jaar geleden was ik net naar Sarajevo verhuisd. En mijn nieuwe buurvrouw belde aan en gaf mij deze bloem. En ik denk in 2021 moeten wij nog steeds strijden voor elke recht van de vrouw. En ik strijd voor gelijke kansen voor alle vrouwen. Oké, okay, dankjewel. En ook welkom en fijn dat je er bent. Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren. The floor is yours. Ja, dankjewel. En bedankt voor de uitnodiging. Ik ben Leonie Gerritsen en ik werk voor de Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. Dus ik ken Serpiel ook. Ik ben ook zeer activistisch. Natuurlijk vanuit de Partij voor de Dieren, voor dierenwelzijn, klimaat, natuur, milieu. Maar ik ben ook echt een feminist. Dus ik zet me graag in voor brede emancipatieonderwerpen zoals feminisme, seksisme, discriminatie. Ik kom oorspronkelijk uit het onderwijs, maar inmiddels zit ik echt fulltime bij de Partij voor de Dieren en nu op de kandidatenlijst. Oké, okay, welkom. Ook fijn dat je er bent. En tenslotte het CDA, Wietske Postma. Ja, hoi, ik ben Wietske. Fijn hier te zijn. Ik ben Tweede Kamerlid voor het CDA en ook weer verkiesbaar. Ik sta op plek 19 voor het CDA. En daarnaast ben ik ook moeder. Voor mij is het heel belangrijk om voor een goede, stabiele thuissituatie te zorgen, zodat werken en zorg gecombineerd kan worden. Dus gratis kinderopvang, gelijke betaling, maar ook het spreiden van werktijden, zodat je de zorg van je gezin, dat je dat als basis kan nemen en het werk daaromheen kan inrichten. Oké, okay, Wietske, dankjewel. Ook van harte welkom. Ja, jullie hebben eigenlijk allemaal zo her en der al thema's aangekaart waar we ook vandaag het debat over gaan voeren. En we hebben geen tijd te verliezen, dus we gaan inderdaad naar het eerste debatblokje. Ik heb jullie trouwens gevraagd of jullie kunnen stemmen ook met een rood en groen achtergrondje. Ik weet niet of dat is gelukt. Judith, ik zie bij jou stemkaarten. Ik zie een aantal... Ah, kijk, iedereen heeft volgens mij stemkaarten. En Leonie, lukt het jou nog om je achtergrondje te veranderen en Songbul of niet? Nou, misschien is het inderdaad handiger als ik ook iets roods en groens pak, want dit is een beetje sketchy. Ik kan het wel proberen, maar het is niet okay. Wat je wil, denk ik. Nee, nee. Nou, ik zou zeggen, ren dan nog even snel naar een rood. Nou, ik vind het goed hoor, jawel. Ik zeg, ja? Doe perfect. Ja, helemaal goed, helemaal goed. Dat is wel een beetje de gedachte inderdaad achter de rode en groene achtergrond. We gaan gewoon kijken hoe het uitpakt, jongens. En of het voor ons inderdaad als kijkers ook helder is waar jullie voor staan. Ik zei het net al, 5 debatblokken, ook voor onze kijkers. Ik zal ze zo meteen introduceren en ook aan de kijkers vragen of jullie eens of oneens zijn. En natuurlijk onze debaters kunnen dan met hun achtergrondje of hun papiertjes tonen hoe ze in een discussie staan. Ik zou altijd 2 partijen vragen om daarmee af te trappen. We hebben ongeveer 11 minuten per debat. Dus hoe concreter en to the pointer jullie zijn, hoe meer spreektijd er voor iedereen is. Dus hoe scherper eigenlijk, hoe beter. Goed, we gaan beginnen. Vrouwen in de frontlinie, dat is ons eerste blokje. Want ja, het afgelopen jaar en eigenlijk nog steeds staat in het teken van de corona. En met name vrouwen hebben hier ook mee te maken. Vrouwen in de frontlinie die Nederland draaiende hielden. Zoals de zorgmedewerkers, de leraren, de schoonmakers, de winkelbediendes. Maar het waren ook vrouwen, vaker eigenlijk vrouwen die slachtoffer werden. Doordat ze ziek werden. Soms zelfs overleden en daarnaast ook vaak hun baan kwijtraakten omdat ze flexwerkers zijn en werkzaam zijn in de horeca of als kapper. Nou, daarnaast hebben we ook nog heel veel vrouwen te maken gehad met seksueel geweld, seksuele intimidatie op het werk, maar ook thuis door de toenemende spanning. En daarom luidt onze eerste stelling: vrouwen werkzaam in de frontlinie moeten 15% salarisverhoging krijgen. En wij zijn benieuwd, ook voor onze kijkers thuis. De stelling wordt ook
in beeld gebracht via een polvraag. En onze debaters, laat maar even zien alvast hoe jullie erin staan. Dan kunnen de mensen thuis ook even gaan stemmen. Ben je het daarmee eens? Vrouwen in de frontlinie moeten 15% salarisverhoging krijgen. En waar dat voor gebruikt kan worden, dat kunnen we misschien straks van onze debaters horen. En Sunita, is dat eens, denk ik, hè? Nou, wij zijn 15 nee, Sunita, voor heel even, is het loon niet genoeg. Nee, dus Sunita, het is allebei. Oh, het is allebei. Oké. Okay. Ja. En Leonie, kunnen we even zien wat jij gaat stemmen? Ja, ik vind het ook een beetje moeilijk, want ik weet niet precies waar de 15% vandaan komt. Ik ga hem groen doen, omdat we wel vinden dat... Oh, je mag zo vertellen. Je gaat meer groen doen. En Bietske, kunnen we zien hoe jij stemt? Het CDA die kan geen keuze maken. En Sunita maakt ook geen keuze, volgens mij, hè? Oké. En we gaan eerst even kijken. Hebben we ook al een uitslag der boeren van onze kijkers? Nou, 75% van onze kijkers die is er mee eens. En een kwart is het er mee oneens. Bietske, je had geen keuze gemaakt? Of heb je toch, zeg je, ik ben er niet voor? CDA. Nou, waar het mij om gaat, hè, ik zie echt, en ik denk dat iedereen dat ziet, hoe keihard er gewerkt is door de vrouwen in de kinderopvang. Als verpleegster, als arts, als vrachtwagenchauffeur, want dat zijn ook vrouwen. Hè? En wat ik daar ook zie, is dat die waardering zo laag is. En we hadden het net al over die flexcontracten. Ja, daar zit bij ons de grootste pijn. Wij willen als CDA, willen wij dat veel meer mensen een vast contract krijgen. En dat is waar ons verkiezingsprogramma op gericht is. Dus het krijgen van een vast contract, die aantrekkelijker maken. En ook een pot voor omscholing, die je dus zelf kan gebruiken en naar allemaal verschillende sectoren kan meenemen. Dus als jij naar een andere sector wil, of je hebt toch geen baan, dat je het geld krijgt om ervoor te zorgen dat je iets anders kan gaan doen. Ja, maar geen structurele salarisverhoging voor vrouwen. Nee, en ik zie in de chat de lonen van mannen moeten lager, maar de lonen van vrouwen moeten hoger. Dat lijkt mij een betere, maar wij zijn ook voor gelijke beloning. Dat is ook echt een doorn in het oog. Oké, Partij voor de Dieren, jullie waren voor. Nou ja, natuurlijk is het wel zo dat er een structurele verhoging van de salarissen moet komen voor bijvoorbeeld mensen in het onderwijs en in de zorg. Dat staat... Wat de Partij voor de Dieren betreft buiten kijf, helaas is dat weer niet gebeurd afgelopen jaar. Juist nu het zo ongelooflijk zwaar is geweest voor mensen die in de zorg werken. Wel zijn we voor gelijke betaling van mannen en vrouwen. Dus wat dat betreft zou het niet alleen voor de vrouwen omhoog moeten, maar voor iedereen gelijke beloning. En die loonkloof tussen mannen en vrouwen die zou compleet weg moeten zijn, maar... Dat salaris moet zeker omhoog voor... En wie gaat die 15% salarisverhoging betalen bij jullie, bij de Partij voor de Dieren? Nou ja, de Partij voor de Dieren is voor een complete hervorming van het belastingstelsel. Dus ik wil het best even kort proberen uit te leggen, maar dan ga ik wel een beetje van het onderwerp af. Oké, maar in ieder geval, jullie zeggen hervorming van het belastingstelsel, dat levert zoveel geld op. Daarmee kan die 15% salarisverhoging worden betaald. Ja, we zijn bijvoorbeeld ervoor dat hele grote bedrijven veel meer belasting moeten betalen. Hè? Dus vervuilende bedrijven, bijvoorbeeld zoals een Shell en een KLM, die de aarde heel erg belasten, die zouden veel meer belasting moeten betalen. Ook zijn we voor een invoering van... de vervuiler betaalt belasting. Okay, maar goed, daar komt het vandaan. De VVD, jullie zeggen geen goed idee, die 15% erbij. Ik zag rood. Ja, omdat er inderdaad een verschil wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. Volgens mij geldt voor iedereen in de frontlinie dat die aan de ene kant een veilige werkomgeving moeten hebben. En aan de andere kant voldoende salaris. Er gaan ook heel veel dingen door elkaar. Maar waar de VVD in ieder geval voor staat, is een verhoging van het minimumloon met ongeveer 10%. Overigens is de afgelopen jaren, zowel in onderwijs als in de zorg, zijn de salarissen verhoogd. Hè? Dus door soms te doen alsof het helemaal niet gebeurt, vind ik ook niet helemaal eerlijk. En maar wat ons betreft wel een verhoging van het wettelijk minimumloon. En daarmee zul je ook zien dat alle salarissen wat gaan stijgen. Maar wat ons betreft geen verschil tussen mannen en vrouwen. Oké, maar dan Judith, dan zeggen we eigenlijk 15% erbij voor mensen die werken in de frontlinie. Ja, maar hoe
Ja, nee, niet eens. Punt 1, hoe bepaal je dat? En punt 2, hè, wat geldt dan voor andere mensen die ook keihard hebben gewerkt? Want vrachtwagenchauffeurs hebben weliswaar heel veel werk verzet afgelopen jaar. Maar ik denk niet dat we dat helemaal begrijpen met onder de frontlinie als je het hebt over corona. Dus ik vind hem gewoon te ingewikkeld om zo met één ja of nee neer te zetten. En maar de VVD doet wel een aantal dingen om te zorgen dat al die keihard werkende vrouwen wel op vooruit kunnen gaan. Oké, we gaan naar de PvdA, want volgens mij zie ik bij jou een groene yes. Ja, natuurlijk. Kijk, de crisis heeft wel laten zien hoe belangrijk de vrouwen in de frontlinie zijn geweest. Of het nou ging inderdaad om het onderwijspersoneel, mensen die in de ziekenhuizen werken of in verzorgingshuizen, dan wel politieagenten. Die hebben onwijs hard gewerkt, dus die herwaardering vind ik eigenlijk niet meer dan logisch. En ik zou juist verwachten van alle partijen, van alle vrouwen, dat we juist de krachten zouden moeten bundelen. Want anno 2021 is die gelijkwaardigheid er echt nog steeds niet. En hiermee maken we een enorme signaal, een enorme vuist. En wat betreft het verhogen van de minimumloon naar inderdaad 14 euro per uur, ja, daar is de PvdA heel groot voorstander van. Het creëren van garantiebanen of mensen echt aan het werk helpen. Er zijn echt wel mogelijkheden om mensen weer dat perspectief te geven. Maar het begint met de krachten bundelen van alle partijen. Want ja, we moeten geen struisvogelpolitiek bedrijven hier. Er is gewoon sprake van een ongelijkwaardigheid. Ik pleit namens de PvdA voor die herwaardering. En ik pleit zeker, dat komt straks terug, hoop ik, dat vrouwen ook gelijk beloond worden. Okay. Maar goed, daar straks denk ik ook meer over. Maar als het aan de PvdA ligt, 15% erbij. Ook zeker als uiting van solidariteit met deze vrouwen. Ik heb nog heel even kort naar D66. Ik kan niet zien, waren jullie voor of tegen? Ik was ook tegen de stelling. Met name ook, we hebben heel veel respect voor alle mensen die in de frontlinie werken en gewerkt hebben het afgelopen jaar. Alleen wij zijn tegen de verhoging van 15% zoals die door jullie wordt voorgesteld in de stelling. Wij vinden het erg belangrijk dat het minimumloon omhoog gaat. En zoals ook al in de chat wordt aangegeven, op het moment dat het minimumloon omhoog gaat, dan gaan alle schalen mee omhoog. En dan komen er meer mensen die er op vooruit gaan. En we hebben dat in ons verkiezingsprogramma ook nadrukkelijk opgenomen. We willen graag dat iedereen er op vooruit gaat. En dus niet een bepaalde groep door een percentage daar naartoe te schuiven. Zoals ook al de anderen aangeven, hoe gaan we dit betalen? Wat ook wel gezegd moet worden, is altijd een beetje onpopulair om te zeggen, maar op het moment dat je het wettelijk minimumloon een stuk omhoog doet, dan betekent dat ook wel wat voor de werkgelegenheid. En dat lijkt me weer een neveneffect wat we niet zouden moeten willen hebben. Ik denk dat we zo nog even over de gelijke beloning komen te spreken en daar zijn we het volgens mij heel snel met elkaar over eens. Daar komen we zeker zo meteen nog op terug. De SP was dubbel volgens mij. Jullie hadden zowel rood als geel en GroenLinks. Hoe zaten jullie in de discussie? Allereerst verhoging van salarissen voor mensen in de frontlinie. Eens, want als we kijken naar de ontwikkelingen in de afgelopen tijd, vooral rondom corona, dan zien we duidelijk dat de publieke sectoren niet voldoende hierin in de afgelopen jaren zijn gezien. Terwijl ze keihard nodig zijn. En alleen daarom al zouden we hierover moeten nadenken en het zouden moeten overwegen. Ja, dat eigenlijk eerst. Daardoor krijgen we ook meer, het is ook een uiting van waardering. Ten slotte nog even Zunita van de SP. Ja, weet je, wij willen sowieso het minimumloon omhoog en dan met 30% verhogen. Dus die 15% vinden we niet voldoende. Wij zijn zeker voor verhogen van lonen in de frontlijn en sowieso lonen, want de laatste 40 jaar zijn de lonen niet meegegroeid. Oké, dus sowieso een verhoging. En dan misschien tenslotte nog even het CDA, want toen het uiteindelijk ging om een verhoging, hè, van de salarissen, zeker ook voor de vrouwen en de mannen in de zorg, toen was eigenlijk de halve Kamer weggelopen. Hoe ga je dat in de toekomst aanpakken dan, vanuit het CDA en ook het uitspreken van de waardering voor? Nou, die discussie kwam net ook al in de chat, hè? Wie zit er nou in de frontlinie en wie niet? Dat zien we ook bij die bonus. Wij krijgen ook heel veel berichten. Ja, maar ik hoor er toch ook bij.
Dus je krijgt constant, want is het wel de receptionist of is het niet de receptionist? Mag die ook mee? De verpleegster aan het bed is duidelijk, maar is het ook de psycholoog die langskomt aan het bed om degene te helpen die moeite, die een trauma heeft door corona? Mag die ook een bonus? En zo zit je constant met die definitie van wie zit er nou in de frontlinie en wie niet. En dat maakt dit zo moeilijk. En ik hoorde PvdA wel heel dapper zeggen, ja, 15% omhoog, maar ik heb het niet teruggezien in de doorrekeningen. Dus ik vind dat een beetje lastig dat je gratis geld aan het beloof bent. En dan zeg ik PvdA, als CDA, is dat inderdaad zo? Beloof je gratis geld? Nee, dan heeft hij volgens mij de doorrekening niet goed gelezen. Volgens de doorrekening hebben wij aangegeven dat wij de crisis eerlijk willen verdelen en dat dat niet moet vallen, dat mensen die werken of jongeren of ouderen daar geen last van moeten ondervinden. En ja, we gaan het halen bij de multinationals. En ja, we gaan het halen bij de vervuilers. En ja, we gaan het halen bij de grote vermogenden. Dat is een andere keuze die wij als PvdA maken. Maar daarmee maakt het wel mogelijk dat we de doelstellingen die we najagen, ook van wat betreft minimumloon, verhogen naar 14 euro, kunnen halen. Dus in die zin hebben wij gewoon een goed doorberekende plan die haalbaar is. En dus mag ik en durf ik dapper te zeggen dat die herwaardering moet en mag komen. En daar hebben we ons ook sterk voor gemaakt, hè, als PvdA de afgelopen maanden, durf ik ook te zeggen. Oké, goed. Ik kijk nog eventjes. Wietske, wil je daar nog goed op reageren? Ja, ik snap het. Hè. En ik zie die herwaardering van de PvdA, maar die 15% die red je niet. Omdat daar is heel veel geld voor nodig. Dat is een keuze. Daarmee heeft CDA ook wel gezegd van wat wij met name als probleem zien, zijn die flexcontracten en die onzekerheid die dat thuis geeft. Dus ja, dat is belangrijk om dat veel beter in Nederland te regelen. Want dat is helemaal verkeerd gegaan. En dat is waar wij inzetten op die vaste contracten. Goed, daar kunnen we elkaar in vinden. In die zin zien we ook de onderbetaling van ZZP'ers. We zien inderdaad dat er echt wel werk aan de winkel is wat dat betreft. Daar werk vinden we elkaar wel. Maar ja, maar laten we dan ook doorgaan inderdaad naar ons tweede blok. Want er is werk aan de winkel. Er zijn op heel veel thema's is er nog veel te doen. Want we dachten natuurlijk inderdaad van gelijk werk voor gelijk loon. Ik zou het zelf fijn vinden als jullie je stem je eens of oneens wat langer in beeld laten zien. Want dan kan ik het ook wat langer zien. En dan krijg je misschien wel een beetje een stijve arm door je kaartje. We gaan naar ons tweede thema. Gelijk werk voor gelijk loon. Want inderdaad, we weten nog steeds dat vrouwen onderbetaald worden voor het werk wat ze doen. Zelfs als je alle kosten erbij optelt, dan blijkt het nog steeds zo te zijn dat vrouwen die werkzaam zijn bij de overheid 4% te weinig betaald krijgen. En vrouwen werkzaam in het bedrijfsleven 7% voor exact hetzelfde werk. Er is een initiatiefwet in de Kamer gebracht door PvdA, GroenLinks, SP en 50PLUS om gelijke beloning voor vrouwen af te dwingen als ze gelijk werk doen. Maar de grote vraag is natuurlijk of wetgeving daadwerkelijk gaat helpen om ervoor te zorgen dat gelijk werk ook gelijk beloond wordt. En daarom luidt onze tweede stelling: strenge wetgeving is noodzakelijk om te garanderen dat vrouwen gelijk beloond worden voor gelijkwaardig werk. Dus alleen met strenge wetgeving gaan we dit ook echt afdwingen. Dat geldt ook voor de mensen thuis. Hij komt ook in beeld als een polvraag. Zijn jullie het daar mee eens? Dus strenge wetgeving is noodzakelijk om te garanderen dat vrouwen gelijk beloond worden voor gelijkwaardig werk. En dan gaan we eens even kijken, ook ondertussen gaan onze mensen stemmen. En ik zie, de VVD is tegen, ik zie heel veel groen. Serpe, op jou zie ik niet wat het is. Sunita, dat is, jij bent dus voor, dat is ook groen. En Sunita, dat is groen wat jij bij je hebt? Oh ja, want in mijn oog is het geel, maar het is dus een groene kleur. Oké, laat ik eens beginnen dan met Sunita. Je zegt, ik ben voor. Ja, natuurlijk. Ik vind het echt te bizar voor woorden dat we dit trouwens in 2021 nog moeten aanpakken en dat niet al lang aangepakt is.
Ik bedoel, het lijkt wel de jaren 1900 waar we het over hebben. Wij vrouwen doen overal mee. Wij kunnen net zo goed als mannen alles doen. En dan moeten we ook gewoon gelijk voor beloond worden en gewaardeerd worden. Ja, maar gaat een wet daarbij helpen? Ja, we moeten wel. Want uit zichzelf gaat het bedrijfsleven het bijvoorbeeld niet doen. Dus ja, ik vind ook dat we moeten stoppen met het neerleggen bij de werknemer, dat die het steeds maar moet bewijzen en maar beter moet onderhandelen, noem op. Nee, de werkgever moet stoppen met discrimineren, want dit is discriminatie als je een vrouw anders beloont als een man. Ja, Partij voor de Dieren, Leonie. Ja, het wrange is natuurlijk dat deze wetgeving al bestaat, hè? Namelijk artikel 1 van onze grondwet. Elke werkgever die vrouwen minder betaalt voor gelijkwaardig werk is in principe in overtreding van onze grondwet. Dus natuurlijk moet de overheid dit veel beter onderzoeken en er moeten veel meer consequenties aan zitten voor werkgevers. Maar het moet ook makkelijker zijn voor vrouwen om aan de bel te trekken van, goh, ik heb het idee dat ik minder betaald word, zonder dat ze bang hoeft te zijn om haar baan te verliezen of dat er consequenties aan zitten dat zij haar baas, dat ze eraan twijfelt, zeg maar. Dus ja. Het moet ook wel makkelijker zijn voor vrouwen om daar iets mee te doen. Oké, okay, VVD, volgens mij ben jij de enige die tegen strenge wetgeving is. Want jullie denken dat het met goed overleg vanzelf goed gaat komen. Nou, de wetgeving bestaat al. En het punt is dat het probleem veel gecompliceerder is dan gemiddelden. De gemiddelde vrouw bestaat niet, de gemiddelde beloning bestaat ook niet. En we zien nu al dat bij jonge generaties vrouwen meer betaald krijgen voor hetzelfde werk. Dus als je dat doorbedrijven, dus het wegzetten van bedrijven van ze regelen het niet zelf, dat is volgens mij niet terecht. De wetgeving die nu ligt vanuit die initiatiefwetgeving is heel ingewikkeld. En de vraag is of we zeg maar daarop moeten neerzetten. Wat mij betreft gaan we meer zorgen met bedrijven en organisaties samen om het veel inzichtelijker te maken. Zodat het voor vrouwen ook veel toegankelijker is om eigenlijk erachter te komen wat een redelijk salaris is. En te kijken of ze daar nou wel of niet aan voldoen. En daarmee dus naar hun werkgever gaan. Dus ik ben voor gelijk werk, gelijke beloning. Dat lijkt me logisch. Ja, maar niet door middel van wetgeving. Niet met een hele grote administratieve wetgeving. En vooral wel door handhaving en veel meer samenwerking om het transparant te maken. Ja, ja. Wieske, ik zie jou een nee knikken bij het antwoord van Judith over dat al jonge vrouwen of zo al beter betaald krijgen dan mannen. Klopt dat? Ja, dat ik nee klik. Ja, absoluut. Dat zie ik helemaal niet. Ik zie dit nog steeds als een groot probleem. Ik zie dat vrouwen nog steeds minder betaald krijgen in het bedrijfsleven dan de mannen die beginnen. Ik zie het ook bij de overheid. Daar is het minder gelukkig. En na 35 hè, wordt het nog meer. Dus, of nog erger dat gat. Dus ik vind dus, dat er dus wel... strengere wetgeving, ook voor CDA. Dus strengere wetgeving. Alleen het nadeel is, wat ik heel graag wil, die transparantie is heel belangrijk. Hè? Die noemde een aantal anderen ook al. Dus dat is heel belangrijk, dat iedereen ziet en weet van ja, hoeveel verdient men. Dan moeten we als vrouwen ook niet zeggen, we willen, zeg maar, dat gebeurt nu wel eens in bedrijven, die zien, oh, we hebben een probleem. En dan krijgen de vrouwen hetgene wat de minst verdienende man krijgt. Nou, dat moeten we ook niet accepteren. Het is gewoon echt hetzelfde zijn. Dus daar moeten we naar kijken met die transparantie. En ik denk dat we in het bedrijf een hele grote rol neer moeten leggen voor OR, maar ook de vakbond die met de cao-onderhandelingen aan de slag gaat. Ja. Want wat ons betreft moet het echt in dat bedrijf zelf. Ik vind het heel erg goed dat een aantal partijen de handschoen hebben opgepakt om een wet te maken. Alleen die wet... Het hoe dat geregeld wordt met een bestuursorgaan, een overheidsinstantie die dan alles moet controleren. Ja, daar zie ik niet zoveel heil in. Dus ik zou het andere manier willen doen. Op een andere manier, maar wel door middel van strenge wetgeving. Maar deze initiatiefwet is daar misschien niet het goede voorbeeld van. Want de PvdA, Songül, jullie zijn mede-initiatiefnemer van deze wet. Gaat zo'n wet de zaak ook niet onnodig bureaucratisch maken? Ik zie ook in de chat terugkomen. Hoe ga je het handhaven? Hoe ga je het implementeren? Nou ja, kijk, laten we vooropstellen. Het is nog maar 64 jaar terug toen mevrouw Tendelo toch ervoor zorgde dat wanneer je getrouwd was, niet je baan hoefde op te zeggen als je bij de overheid werkte. En anno 2021 is die gelijkheid er in mijn beleving nog niet. En die loonkloof en die loondiscriminatie is er nog, ondanks het feit dat al 40 jaar in de wet staat dat dat niet mag. Sterker nog, 14% minder betaald krijgen als vrouw.
Dat is gewoon een feit. Dat is een gemiddelde percentage. Wat we ook, ja, maar Songul, als het nu al per wet verboden is en het gebeurt nog steeds, gaat een wet dan überhaupt helpen? Ja, dat denk ik wel. Omdat de bewijslast op dit moment bij onder andere de vrouwen zit. Die moeten bewijzen dat er sprake is van een loonkloof en discriminatie. En als die openheid niet wordt geboden, ja, dan lijkt het me dat een hele ingewikkelde. Dus waar wij als PvdA voor zijn, is dat we die bewijslast opkeren. En daarmee draaien wij dus het huidige systeem om, waardoor eigenlijk een ondernemer moet laten zien dat hij vrouwen en mannen gelijk beloont. Sterker nog, wij willen dat bedrijven met 250 medewerkers ook met een certificaat komen jaarlijks, om aan te tonen dat die gelijke loon wordt geboden. Dat moet volgens mij niet zo ingewikkeld zijn. Het begint met de intentie. En natuurlijk moet je in gesprek met je OR en met ondernemers, maar draai die bewijslast om. Het is niet oké dat vrouwen dat moeten bewijzen, want dat is in de praktijk echt niet te doen. Ja. VVD, misschien even een reactie op, want volgens mij zijn jullie de enige tegen die strenge wetgeving. Ja, dat lijkt dus in ieder geval wel op. Ja, waar ik me bezwaar tegen maak, is dat we telkens over die gemiddelde percentages hebben. Het gaat hier echt over een ingewikkelder probleem. Want als je maar 3 dagen per week werkt, is het logisch dat je minder verdient dan iemand die 5 dagen per week werkt. En zo zijn er nog wel een paar dingen. Dus mevrouw Mutluur van de PvdA doet weer gemiddelde kloof van 14%. Maar gelukkig is die al kleiner. Er is nog verschil, maar nog steeds op gemiddelde gebaseerd. En je ziet dat bij jongeren, hoogopgeleide vrouwen, dat verschil al kleiner of de andere kant op is. Dus ik vind echt dat we daar wat aan moeten doen, maar dat wel serieus nemen en ook kijken wat de serieuze oplossing is voor het probleem. En niet met one-liners blijven. Nou, maar dan wil ik daar wel op reageren. Ja, dan wil ik daar wel op reageren, op mevrouw Thiele. Want u schetst namelijk iets heel wezenlijks aan. Wat is de reden waarom vrouwen part-time werken? Nou, gaan we straks volgens mij de discussie voeren over de gratis kinderopvang. Hoe kan het dat vrouwen, als je kijkt in een onderneming, niet die hoge functies vervullen? Hoe kan het dat men keihard moet knokken om in een managementpositie te komen? Nou ja, dat zijn volgens mij ook de knoppen waar je aan moet draaien, zodat vrouwen gemiddeld veel meer gaan verdienen. Dus het is 1, erkennen dat vrouwen minder verdienen, en 2, ook de randvoorwaarden creëren in mijn beleving, zodat ze uiteindelijk wel die positie kunnen krijgen. En in functie en in loon. En daar moet je veel meer voor doen dan het overlaten van aan ondernemers. Precies. Want met alle respect. Precies, dan moet je dus meer aan doen dan alleen maar, dan alleen maar met gemiddelde lopers gooien. Ik ga even nog naar de SP, Sunita. Ja, ik vind het heel lastig om te horen van de VVD dat we het serieus moeten nemen. De VVD heeft tegengestemd en komt zelf absoluut niet met initiatief. De VVD stemt elk initiatief wat wij indienen, maar andere partijen ook, om de gelijkwaardigheid in de samenleving terug te creëren, stemt u weg. Jawel, uw programma vergroot ook de ongelijkheid. U heeft als enige een programma die de ongelijkheid in onze samenleving creëert. Dus serieus nemen graag, maar komt u dan ook met echte oplossingen? Goed, ik ga nog heel even naar een korte reactie in de chat. Onder andere van, ik hoor allemaal achtergrondgeluid, jongens. Oh, dat is Wietske. Sorry. Ja, basisschool is uit, Astrid kinderen. Plugge, die geeft aan, mevrouw Thiele, het klopt wel wat u zegt over die jonge vrouwen die meer verdienen. Maar op het moment dat ze dus verderop in hun carrière komen, komt dat kantelpunt. En die begint al heel vroeg in de loopbaan. En vaak heeft het ook te maken met kinderen die er dan komen. Dus misschien klopt het bij het begin. Maar het is nog steeds wel zo dat daarna vrouwen onderbetaald worden. Judith Thiele? Ja, en dat heeft, en daar heeft mevrouw Mulder van de PvdA natuurlijk gelijk in. Het is een veelzijdig probleem. Het gaat over wat vrouwen zelf voor keuzes maken in hun carrière met betrekking tot de uren werken of een stap vooruit zetten om een promotie te doen. Het heeft te maken met wat er thuis in het gezin wordt besproken over hoe je omgaat met de opvang van kinderen of andere vormen van verlof. Dus er zitten inderdaad een heleboel aspecten bij. Je mag mij echt op aanspreken om vrouwen te motiveren om zichzelf en hun talenten serieus daarin te nemen. Om zich niet weg te laten duwen van ja, je hebt toch een kleinere baan of mijn kansen zijn groot of wat dan ook. Maar dus wel echt gewoon serieus nemen en
Die wet is overigens nog niet in stemming gebracht. Dus daar hebben we niet tegen gestemd. Maar ik ben er wel kritisch op. Omdat ik geloof dat we het niet via dat wetgevingstraject moeten oplossen. Ik kom ergens de komende maanden met een goed alternatief. Dus daar ga ik de SP zeker bij opzoeken. Laten we even kijken ook wat onze kijkers thuis op de stelling, hoe die daarop hebben gereageerd. 90% van jullie zijn voor strenge wetgeving om dus inderdaad dat gelijk loon voor gelijk werk te realiseren. En 10% is het daar mee oneens. En volgens mij hadden wij met onze debates inderdaad alleen de VVD die het geen goed idee vond, op een andere manier graag geregeld wil zien. En de rest was voor. Ja, we gaan naar onze derde debat alweer. En dat gaat over seksuele intimidatie. Want we zeiden het al net, vrouwen in de frontlinie hebben het afgelopen coronajaar meer te maken gehad met seksuele intimidatie en agressie. Op het werk, maar zeker ook thuis. Ook vrouwelijke politici en topvrouwen hebben hiermee te maken. Vooral in de social media. Onderzoek van de Utrecht Data School laat zien dat 10% van de tweets gericht aan vrouwelijke politici haat of agressie bevat. Vrouwen die de politieke arena betreden kunnen rekenen op online recensies over hun stem, hun lichaam, religie of huidskleur. Nou ja, we hebben natuurlijk ook allemaal al het verhaal rondom Kaag natuurlijk gezien. Er is een algemeen verbod op seksuele intimidatie in het burgerlijk wetboek en ook in de Arbo-wet wordt daar over geschreven. Maar deze wetten werken blijkbaar ook onvoldoende. Dus daarom onze volgende stelling. Elke werkgever moet verplicht worden om beleid te formuleren om seksuele intimidatie te voorkomen. Ook weer voor onze mensen thuis. We hebben daar een polvraag voor. Dus elke werkgever moet verplicht worden om beleid te formuleren om seksuele intimidatie te voorkomen. Ben je het daarmee eens of oneens? En volgens mij zie ik eigenlijk bij onze politica al iedereen volgens mij die zegt, daar ben ik voor. Nou, dat is mooi, want Marijke, ik neem aan dat dat groen van D66, ben je altijd voor alles voor, omdat D66 groen in zich heeft? Of je bent voor de stelling, hè? Ja, ik begon met rood deze middag, dus ik heb nu twee keer op groen staan. Okay. Nee, ik ben 49 jaar en 30 jaar geleden begon ik mijn eerste baan. En eigenlijk vanaf dat moment heb ik een paar keer meegemaakt dat ik hoorde spreken, maar ook zelf heb ervaren dat er situaties waren waarbij grenzen werden overschreden. Door mannen, maar ook door vrouwen. En ook al is het Internationale Vrouwendag, ik zou dat wel graag ook zo willen benoemen. Nu zijn we 30 jaar verder. En dan zie ik, en je noemde dat zelf net ook al, wat er afgelopen weekend met mijn lijsttrekker is gebeurd. Hoe zij op Twitter weer is aangevallen en welke hashtags er dan gebruikt worden. En ik denk dat dat echt een halt moet krijgen. Nou, volgens ons zijn er verschillende dingen voor nodig. D66 zet altijd in op het onderwijs en we denken dat het ook bij die basis moet starten. We moeten echt gewoon kinderen gaan leren dat mannen en vrouwen gelijk zijn. We moeten dat is dan een prachtig, hè? Laten we beginnen op school. Maar de stelling gaat over de rol van de werkgevers en die ook actief beleid moeten gaan formuleren. Daar ben je ook voor. Hoe moet dat eruit gaan zien dan? Nou, ik denk dat de overheid, kijk, als wij met z'n allen uitstralen dat het anders moet, dan voelen de werkgevers zich ook gesteund door ons. En dan gaan zij dat beleid ook gewoon uitdragen. En ik denk dat het een rol is van de overheid om ze daar meer bij te gaan ondersteunen. En hoe gaat de overheid dat doen? Hoe gaat D66 dat doen? Nou ja, ik denk met voorlichtingscampagnes, er zijn verschillende, er wordt nu niks. Voorlichtingscampagnes bij D66? In ieder geval, minstens. Minstens, Serpil van GroenLinks. Hoe gaan jullie het doen? Hoe gaan jullie werkgevers inderdaad dwingen om daar... Ik, volgens mij is in deze stelling ben ik niet een van de debaters, maar ik wilde heel graag wat toevoegen. En dat is dat ook de politieke voorkeur van een vrouw bekritiseerd wordt en reden is om haat en bedreigingen binnen te krijgen. Ik zit in die top 20 toevallig van de meest... bedreigde of haat ontvangende politici, vrouwelijke politici. En wat mij betreft, de werkgever ja, beschermen, maar wat ik ook een belangrijk vind is dat als mensen politici bedreigen die ergens werkzaam zijn, dat ook
de werknemers van die mensen daarop een actie moeten, daarop een protocol zouden moeten hebben. Ja, maar wat gaat zo'n protocol dan uiteindelijk helpen? Want er zijn natuurlijk al heel veel werkgevers die beleid hieromtrent hebben geformuleerd. Toch blijft het doorgaan in alle lagen, ook binnen de politieke partijen. Mm-hmm. Dus wat is er dan nodig als jullie allemaal voor dat beleid zijn dat door werkgevers ook wordt ontwikkeld? Mm-hmm. Hoe moet het dan toch gebeuren? Ik denk dat er toch heel veel weggelegd is om daar geluid aan te geven. Want wat je ziet is dat we de afgelopen jaren dit niet blijkbaar voldoende hebben geagendeerd. En aangezien maar 33% van de Kamerleden vrouw zijn, betekent het dat mannen hierover nog steeds het meeste te zeggen hebben. Ik ga even naar Leonie Gerrits, want Leonie had je hand omhoog. Wat gaan jullie als Partij voor de Dieren hier aan doen? Nou ja, sowieso wilde ik inderdaad ook nog een puntje toevoegen, want het is niet alleen seksuele intimidatie, maar ook andere vormen van seksisme en discriminatie. Hè? Want bijvoorbeeld 40% van alle transpersonen in Nederland heeft te maken met discriminatie op werk en wordt soms ontslagen of iets omdat ze trans zijn. Dus dat is ook wel echt iets om mee te nemen. Maar wat bijvoorbeeld echt heel goed werkt, zijn er zijn soort van trainingsbureaus voor mannen, zoals eentje wat in me opkomt is Emancipator, waarin mannen worden aangesproken, ook om elkaar meer aan te spreken op de manier waarop zij met vrouwen omgaan. Want zeg maar, elke keer wordt het vaak bij de vrouw neergelegd aan de weerbaarheid voor vrouwen werken. Maar het moet ook, die mannen moeten daar juist ook op worden aangesproken. Dus dat is wel iets wat een goede stap zou kunnen zijn. Ja, maar goed, mannen moeten erop aangesproken worden. Wietske, zag je hand omhoog gaan. Moet er niet gewoon een soort zero tolerance beleid worden gevoerd? Ook binnen werkorganisaties? Ja, absoluut. En waar we vooral naar moeten kijken, laat ik het even samenvatten. Ik denk dat iedereen hier hele goede dingen heeft gezegd. We moeten en in het onderwijs. Ik heb ook sport in de portefeuille. Ook in de sport is een belangrijke waar we aan de slag moeten. Gisteren is een wetsvoorstel van Grapperhaus naar de Kamer gestuurd om seksuele intimidatie harder aan te pakken. Maar we moeten ook aan de slag op het werk. En dan moeten we niet alleen maar beginnen als het echt uit de hand is gelopen, maar eigenlijk daarvoor al. Dus dat plan moet niet alleen gaan bevatten van ja, als het echt helemaal scheef gaat. Dus als je al naar een vertrouwenspersoon moet. Maar wat je wil is dat je elkaar juist aanspreekt op gedrag. En dat heb je ook, zie je heel erg op social media, hè, waarbij dus grapjes worden gemaakt of waarbij je beoordeeld wordt op hoe je eruit ziet, seksueel getinte opmerkingen. Daarvan moeten we ook tegen elkaar zeggen, dat kan gewoon niet. Dus nee, dat we moet vinden allemaal dat het niet kan. Beginnen. Je begint bij het begin, zodat je niet bij het einde hoeft te komen. Ja, maar we vinden allemaal dat het niet kan. Toch gebeurt het aan de lopende band. Dus blijkbaar vinden we dat we er allemaal iets van moeten zeggen. Maar gebeurt het nog te weinig? Songul van de PvdA, hoe willen jullie dit de wereld uitkrijgen? Nou, we pleiten hier natuurlijk al een hele lange tijd voor. Hè. Het begon destijds met het hashtag MeToo. En ik denk dat we allemaal als vrouw zijnde wel een incident kunnen herinneren waarbij sprake was van een seksuele intimidatie. En dan is er ook wel best wel heel veel angst op de werkvloer om dat aan te kaarten. Omdat je ook oftewel te horen krijgt, ja, maar dat heb je vast zelf op je afgeroepen. Oh ja, maar je bent strak gekleed. Tot aan, hé, maar wacht eens even, als je dat aankaart en het betreft bijvoorbeeld je baas, dan vraag ik me inderdaad of je dan je baan nog zeker bent. Dus ook hier geldt weer, draai hem nou om. Maak die werkgever ook verplicht. Door het bespreekbaar te maken, door sancties in het leven te roepen. Daarom zou ik er zelf ook voorstander van zijn om seksuele intimidatie puur en alleen om echt ook dat signaal af te geven, onder andere, om die bijvoorbeeld wettelijk strafbaar te stellen. Want het opnemen in een APV, met alle respect, een algemene plaatselijke verordening is heel fijn en aardig, maar dat is onvoldoende en dat zou je ook landelijk moeten aankaarten. Maar draai hem om, omdat die drempel en die angst om het aan te kaarten bij vrouwen gewoon te groot is. Goed, we gaan eens even kijken ook naar onze kijkers. Irene, jij houdt de chat ook in de gaten. Is er nog iets in de chat of is er nog iemand die daarin live zijn vraag wil stellen? Ik zie ook nog even veel mannen weigeren in het heden. Oh, nog steeds maatband te kopen. Oké, ik weet niet wat die er... Een soort schaamte of zo? Ja. Het is wel even leuk. West, is West ook toevallig nog beschikbaar? Het is nou net dat ik hem net eventjes zie, maar ik vind het toch wel even leuk wat inderdaad het maandverband kopen. Ik neem aan, West, ben je er of niet? Kunnen we West nog even krijgen?
Ik heb best gevraagd om te unmuten, maar dat is nog niet gelukt. Oké. Nou, misschien komt hij dan zo meteen, hij of zij, straks nog even in de uitzending. Maar Deborah, we hebben wel een uitslag, hè? Want wat vinden onze kijkers inderdaad van de stelling? 98% zegt... Hallo. Oh, beter, best. Ja, we zien alleen maar dat je best heet. Klopt. Ja, hartstikke leuk. Hey, jij schrijft in de chat, veel mannen weigeren in het heden nog steeds maandverband te kopen. Ik vond het wel sowieso, mijn oog viel erop. Maar wat heeft dat te maken met de werkgevers? Nou, de PvdA hier in Groningen, of hier in het Hoge Land, heeft namelijk de actie voor de voedselbank, dat er heel veel tekorten zijn aan maandverband. En dus dat heel veel vrouwen mogen wel, zeg maar, apart voor een pulsje halen, voor de mannen. Maar wanneer de mannen ziek zijn, dan, of de vrouwen ziek zijn en die vragen dan om bijvoorbeeld maandverband, dan zijn er in het hele nog heel veel mannen die zeggen van dat ga ik niet doen. Ja, ja. Dus ook dat, ook daarin zie je eigenlijk nog steeds een soort... Ja, hoe zou ik dat kunnen beschrijven? Een soort gêne voor de vrouwenzaak? Ja, en waar is dan de mantelzorg? Vraag ik mij wel eens af wanneer je in één huis woont. Ja, ja. Is er iemand van ons die beter daar nog op wil reageren? Nee, ik wou wel wat anders zeggen als dat kan. En wie is dat? Ik ben van de SP. Oh, Sunita, sorry, excuus. Ik dacht even dat ik ergens anders moest kijken. Vertel ze dit even kort dan. Ja, weet je, natuurlijk ben ik het helemaal eens met deze stelling. Hè? Maar pas geleden is er bijvoorbeeld ook naar buiten gekomen dat 1 keer in de 8 dagen een vrouw vermoord wordt, hè, in ons land. En dat dat met machtsstructuur te maken heeft. En ik wou toch even lans breken als het mag voor deze hele jonge meid. Sorry, die wordt echt bedreigd. En ik hoop dat wij vrouwen, maar ook mannen, ons uit gaan spreken. Ook als het moeilijk is, omdat we misschien gekke extremisten hebben die daarmee aan de haal gaan. Alsjeblieft. Kom ook voor de vrijheid van dit soort meiden op. Sorry, wat buiten de... Oké. Zet hem nog even in de chat aan, zijn titel. Hij is volgens mij voldoende in de media geweest, maar voor de mensen die het hebben gemist. Goed, dan gaan wij naar ons vierde debat. En dat gaat over het vrouwen... Met betrekking tot heel veel, daar wil ik toch ook nog even voor de mannen opkomen. En voor jonge jongens. Er zijn ook heel veel jonge jongens die gediscrimineerd worden. Oké. Dankjewel. En dat is ook mevrouw of West, hè? Ben je nog eventjes? Dit is de stem van West, toch? Ja. Heel goed. Niet alleen maar inderdaad van de vrouwen, maar ook zeker jongens of jonge jongens. Dankjewel. Ja, we gaan naar ons vierde debat, het quotum. Want ondanks de aandacht voor diversiteit vanuit het bedrijfsleven, blijven de resultaten al jaren structureel achter. En daarom hebben minister Dekker van Rechtsbescherming en van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een wetsvoorstel ingediend in de Tweede Kamer dat een ingroeiquotum en een streefcijfer invoert, wat op 11 februari 2021 is aangenomen door de Tweede Kamer. En dat houdt eigenlijk in dat er 30% van onze raden van bestuur en onze raden van commissarissen gevuld zullen gaan worden met vrouwen. Maar de vraag is natuurlijk wel, is dat voldoende? En gaan we daarmee ook zorgen dat het bedrijfsleven diverser wordt? Daarom luidt onze volgende stelling. In 2025 moeten de raden van commissarissen, de raden van bestuur en het topmanagement van de profit en non-profit gevuld worden, niet met 30% vrouwen, maar met 50% vrouwen. Dus er gaat gewoon een schepje bovenop om te zorgen dat onze raden van bestuur, de top, echt diverser wordt. Goed, Marijke, duidelijk. Rood, VVD, rood. Wietske, volgens mij CDA, ook rood. We gaan natuurlijk ook vragen aan onze kijkers wat jullie daarvan vinden. Dus moeten we de zaak versnellen? Moet er een schepje bovenop? De stelling die wordt ingevuld door jullie. Ja, laat ik eerst met GroenLinks beginnen. Serpil, jij bent, ik zie het niet, maar ik neem aan dat jij voor bent, of niet? Zeker. Ja. Vertel. Ja.
Nou ja, vandaag de dag zien we nog steeds dat er een glazen plafond is en dat wij op bepaalde functies ondervertegenwoordigd zijn. Wanneer een vrouw solliciteert op een functie met dezelfde achtergrond en dezelfde werkervaring, zie je toch dat er getwijfeld wordt aan de capaciteit van de vrouw. Quality bias wordt dan heel snel uitgesproken. En als het ons zonder al deze regels gelukt was, dan waren we er al. Maar blijkbaar is een quotum toch voor nu nodig om de vrouwen toch een kans te geven op maar belangrijke functies. Maar waarom dan geen 30%? Want dat is het ingroeiquotum wat nu ook voor ligt. Waarom is dat niet genoeg? Waarom naar 50? Nou ja, 30% is omdat het percentage nu nog veel lager ligt. En dat wordt als een opstapje gezien. Maar wat mij betreft moeten we eigenlijk starten met 50% om die 30% te halen. Oké. Ja. Dus met andere woorden ga ik even naar Judith van de VVD. Als we met 30 nu beginnen, dan halen we misschien de 20 net, Judith. Ja, zo kijk ik liever niet naar beleid en wetgeving. Want als je wetgeving inzet, dan moet je het ook handhaven. Maar ik ben tegen vooral, omdat volgens mij geen oplossing is voor het meest urgente en belangrijke probleem als je het hebt over vrouwen op de werkvloer. En dat is dat vrouwen in overgrote deel nog niet economisch zelfstandig is. En dus niet financieel vrij en dus ook minder vrij dan je zou willen. Het topvrouwenquotum gaat dat niet oplossen. Hè, punt 1, niet alle vrouwen willen topvrouwen worden. Dus volgens mij moet je vooral zorgen dat vrouwen in hun werk kunnen doen waar ze zin in hebben en een stap vooruit kunnen zetten. Zeg je dan ook, er zijn gewoon ook niet genoeg vrouwen om die 50% te halen? Dat was inderdaad een mooi bruggetje naar punt 2. Als je nu kijkt van alle managers en afdelingshoofden, afdelingschefs enzovoort in Nederland, in alle bedrijven en organisaties, is maar een kwart daarvan vrouw. Je kan wel zeggen de helft aan de top, maar welke vijver moeten we dan uit? Dus volgens mij moeten we ons richten vooral op de werkvloer om te zorgen dat vrouwen die daar werken, kunnen doen wat ze goed kunnen en wat ze goed willen. Vervolgens die stap vooruit durven zetten om promotie te maken en daarmee te groeien in hun functie. En zich spiegelen ook aan mannen en niet alleen aan vrouwen. Dat maar het is duidelijk, we gaan even naar Soengel van de PvdA, want die 50% is niet realistisch. Judith zegt, investeer nou gewoon in die vrouwen en dan kom je misschien ergens. Wanneer, Judith, komen wel aan die 50% trouwens, volgens jou? Ja, voor mij is die 50% geen dogma, maar ik zou willen dat we binnen nu en een jaar of, ik vind 5 jaar wel mooi, gewoon echt heel veel meer. Kijk naar onze VVD-lijst. Oké, maar over 5 jaar redden we het wel. 60% vrouw. Van de eerste 10 is 60% vrouw. Van de eerste 20 is 50% vrouw. En dus volgens mij kunnen we daar echt grote stappen in maken. Maar goed, in ieder geval wel het punt van de VVD, Soengel van de PvdA, is we hebben gewoon niet genoeg vrouwen om die 50% te halen in 2025. Dan krijg ik hartpijn als ik dat hoor van mijn vrouwelijke collega. Er zijn zoveel vrouwen die top zijn, die kanjers zijn. Ik heb zelf lesgegeven aan de universiteit. Er waren heel veel rechtenstudenten die vrouw waren. Maar op die advocatenkantoren zag je alleen maar de mannen als partners. Dat werd net ook bevestigd. Als je kijkt naar het werk, naar de werkvloer, dan zit nog maar geen kwart van de vrouwen in een managementspositie. Met andere woorden, je zal daar op een veel dwingende manier verandering in moeten bewegen. In de Scandinavische landen om ons heen is dat uitstekend gelukt. Kijk daar naar en dan zou ik zeggen, stel je ambitie wat hoger. Want op het moment dat je naar 30% gaat, dan weet ik zeker dat we er maar 10% halen. Stel die ambitie wat steviger, namelijk 50%. Ik durf te melden dat zeker als je die voorwaarden eromheen ook mogelijk maakt, met die gratis kinderopvang, met die extra boost die je aan vrouwen gaat geven, dat het zeker en wel mogelijk is dat deze vrouwen topfuncties kunnen en willen vervullen. Het is eigen aan vrouwen, hè, dat ze twijfelen. Ook daar moeten we wat aan doen. Dankjewel. Daar ben ik een beetje eens. Het CDA, zijn jullie voor of tegen D66? Ik heb geen kleurtjes meer, jongens. Oh, kleurtjes. 30%
Dat is waar we naar willen streven. En waar ik graag de focus op zou willen hebben, is die... Wacht even, je zegt, daar willen we naar streven. Dus het betekent... Nee, die 30% gaan halen. Willen we. Dat is wat we willen. En als je zegt, van, nou, waar moeten we nog meer energie inzetten, dan is dat juist die lagen daaronder. Oké, okay. Maar 30% zeggen jullie, dat is voldoende. Daar gaan we, naar streven. Ik hoor inderdaad echt wel terugkomen van, hè, er zijn wel goede vrouwen. En die zijn er ook. Ja, maar en dat is voldoende dat om die 30% te halen, Wietske. Wat, sorry, wat zei je nou? Dat is voldoende om die 30% te halen en niet die 50%. Ik denk dat als wij die 30% hebben, want wat je ziet, is dat als er 30% vrouwen zijn in een groep, of de groep diverser wordt, dat er een andere cultuur ontstaat, waardoor er veel meer toegang is en er opeens veel meer vrouwen binnen kunnen komen. Maar ik wil hem dan niet op die 50% worden, want dan wordt het zo dikke wegen. En dan ga je wel, denk ik, gekke dingen krijgen. Dus ik wil hem echt op die 30% te concentreren. Okay, op die laag eronder, zodat we die 30 zo snel mogelijk gaan halen. En dat is dus een cruciaal aantal eigenlijk om uiteindelijk die beweging te kunnen realiseren. Nog even kort, Marijke, jij bent ook, jullie zijn ook tegen. Ja, wij willen heel graag dat streven van 1 op de 3. Hè? Het is niet 30%, 1 op de 3. We zien het namelijk als een drempel waar we met z'n allen overheen moeten. Als je nu gaat solliciteren als jonge vrouw en je komt tegenover een boord te staan met vooral mannen, dan twijfel je misschien wel of je daar dezelfde kansen zult gaan krijgen als alle anderen. Dus wij denken, het is een drempel waar we overheen moeten. Als we dat drempel eenmaal geslecht hebben met elkaar, dan komt vanzelf de rest en dan gaan we misschien die 50% ook wel halen. Oké, maar dat is hetzelfde verhaal eigenlijk als het CDA. Ja, maar je geeft mij de minste spreektijd. Ik dacht, ik ga even toevoegen wat ik daar nog aan zou willen toevoegen. Ja. En wat we zelf echt heel erg belangrijk vinden, is dus dat we wat gaan doen aan de kinderopvang en de loonkloof. Maar daar hebben we het al eerder over gehad. Ja, en ik kom sowieso ook in het laatste debat terug. Die combinatie. Ja. Tenslotte even, de Partij voor de Dieren. Ja, ik wil daar toch nog even op terugkomen. Want er wordt nu gedaan alsof er soort van te weinig kwaliteit is onder vrouwen. Maar er zijn veel meer hoogopgeleide vrouwen dan mannen op dit moment. Het jonge vrouwen tussen de 25 en de 30 jaar is van over de 50% is hoogopgeleid tegenover 40% van de mannen. Dus dat is gewoon, dat klopt niet. En wat mevrouw van D66 zojuist zegt, van ja, je wordt onzeker van een boord van mannen. Nee, het is andersom. Mannen nemen mannen aan. Dat is gewoon bewezen. Dus daarom moeten we helaas het nu eventjes forceren, zodat we op een gegeven moment een gezonde cultuur hebben die gewoon een afspiegeling is van onze samenleving, namelijk 50-50. En dan is moet de bedrijfscultuur veranderen. Dus het is even een necessary evil dat het dan nu even verplicht moet, maar uiteindelijk komt het goed. Oké, maar Marijke, nog even van D66, het laatste woord aan jou. Ja, graag als mevrouw van D66 op Leonie. Kijk, wat ik zelf een lastige vind, ik probeerde niet te zeggen dat dus die mannen, die nemen inderdaad eerder mannen aan. Ik gaf eigenlijk alleen aan, zodra die boord bestaat uit meer vrouwen, zien die vrouwen ook sneller de kans en zien zij ook dat zij die mogelijkheden krijgen om carrière te gaan maken. En daar zou ik heel graag op in willen zetten. Dus het is twee punten tegelijkertijd die we moeten aanvliegen met z'n allen. En dus niet alleen kijken naar dat quote, maar vooral ook zorgen dat de vrouwen durven door te stromen en die ambitie gaan uitstralen wat mij betreft. Goed, we gaan ook even kijken naar de uitslag van onze kijkers. 29% van onze kijkers die zegt ja, we moeten echt versnellen. En dat quotum moet naar 50% in 2025. En 21% die zegt nee, geen goed idee. Goed, we gaan naar ons laatste onderwerp, want de tijd die tikt meedogenloos door. En we hebben hem al vaker gehoord in het debat. Ja, de kinderopvang. De kinderopvang die eigenlijk alles goed moet gaan maken. Ik heb verschillende mensen al gehoord van onze debaters. Die zeggen, ook de kinderopvang is een belangrijke maatregel. En daarmee kunnen we en de arbeidsparticipatie omhoog brengen. En kunnen we gaan zorgen voor gelijk loon, voor gelijk werk. En kunnen we misschien ook nog wel de seksuele intimidatie oplossen. En de boardroomproblemen. Dus de stelling luidt als volgt. In de nieuwe kabinetsperiode moet de kinderopvang volledig gratis worden. Dat is de stelling. Dus in de nieuwe kabinetsperiode moet de kinderopvang volledig gratis worden. Nou, eens even kijken. We zien in ieder geval de VVD die daar tegen is. Die vindt dat geen goed idee en duidelijk rood. Leonie van de Partij voor de Dieren, ik zie geen kleurtje bij jou.
D66 in ieder geval voor. We zien dus allemaal voor. Alleen de VVD is volgens mij tegen. Ja, weet je het zeker nu, Leonie? Ja, in ieder geval... Het helemaal mee in de kleur. Okay. Volgens mij zien we mij ook nog geen kleur. Ik ben er ook voorstander van. Je bent er ook voorstander voor. Nou, laten we even aftrappen met Sonita van de SP. Een goed idee dus. Jazeker. En ik zie dat de andere partijen dat ook vinden. Dus laten we het meteen regelen. Ik kan vanavond mijn Kamerlid bellen om het in te dienen. Maar goed, dat is hij natuurlijk, weet je. Alleen al als je kijkt naar de kindertoeslagaffaire. Dat heeft echt de mensen geraakt die het allerarmste zijn. Waarom? Omdat ze afhankelijk zijn van toeslagen. Het is een heel raar systeem dat wij kinderopvang zo duur hebben gemaakt. Terwijl het eigenlijk een basisvoorziening is voor mensen die werken. Die hebben dat gewoon nodig. Maar ook mensen die niet werken. Laten we dat niet vergeten. Want ik vind dat hele zieke mensen, als hun naar het ziekenhuis moeten of een behandeling, dat die ook gewoon kinderopvang moeten hebben. Of als het goed is voor ontwikkeling van een kind, dat het kind ook naar de kinderopvang moet gaan. Dus ik vind zeker ik ben zeker eens met de stelling. Ja. En zegt de SP dan nog, het is gelimiteerd aan een aantal dagen. Het moet wel gekoppeld zijn aan werk. Of mag je ook je kind naar de kinderopvang brengen om te shoppen? Of om, nee, wij zeggen 4 dagen. 4 dagen gratis en voor iedereen. Ja, dus ook als je daarvoor eventjes een frisse neus kan halen op het strand of eventjes een boodschap moet doen. Ja, maar weet je, ik vind dat we echt moeten stoppen met, sorry hoor mevrouw, het is niet naar u persoonlijk, maar vanuit die manier denken. Die hele fraudewet, de hele kindertoeslagaffaire is ontstaan vanuit, oh misschien gaan mensen er wel misbruik van maken of misschien, nee weet je, dit is gewoon een basisvoorziening die mensen nodig hebben en wij moeten ook eens een keer vanuit wantrouwen beleid maken in plaats van alleen vanuit wantrouwen. Ja, dus kinderopvang als basisvoorziening, 4 dagen in de week, in ieder geval standpunt van de SP. Ja, Judith Thiele van de VVD, de enige die tegen is. Vertel. Ja, ja het klinkt natuurlijk heel lekker gratis. En ik herken ook heel goed dat ouders vaak een aarzeling hebben om te gaan werken of meer te gaan werken in verband met de kosten van de kinderopvang. Dus wij vergroten ook de bijdrage aan de kinderopvang voor werkende ouders. Maar gratis betekent wel gewoon 9 miljard euro in het geval van de Socialistische Partij. En wij vinden dat eigenlijk zonde, vooral omdat als je nu kijkt naar de kinderopvangvoorzieningen in Nederland, zijn die van de beste kwaliteit in Europa en wordt er ook het meest overigens gebruik van gemaakt in Europa, ook in vergelijking met andere landen. Dus om dat nu helemaal op de schop te gooien, lijkt ons niet verstandig. Maar wat wel belangrijk is, is dat de toegankelijkheid van kinderopvang voor werkende ouders makkelijker wordt. Dus daar trekken wij geld voor uit. En wij geloven dat daarmee, zeg maar, ook voor zowel de vaders, maar vooral ook de moeders, het lonender wordt om te werken, ook als je kinderen hebt. Ja. Maar goed, de VVD zegt dus kinderopvang alleen voor werkende ouders, dus niet als een welzijnsvoorziening. En die 9 miljard, zeggen jullie, is eigenlijk zonder geld, dat moet je aan iets anders besteden. Wietske Posma, is het niet een beetje zonde, 9 miljard voor de kinderopvang? Ja, wat wij als CDA willen, zal ik dat maar even zeggen, want wij willen ook gratis kinderopvang. Maar als je meer dan 70.000 euro verdient als gezin, dan willen we wel dat je mee gaat betalen. Dus dat betekent dat we voor bepaalde groepen heel bereikbaar willen hebben. We willen wel daarbij dat de ouders werken. Of, want dat kan ook voorkomen, dat een van de ouders werkt en de andere chronisch ziek is en daardoor niet goed voor de kinderen kan zorgen. Om dat als extra ondersteuning te geven, want wij zitten ook wel een beetje te schipperen met dat grote geld. Maar wij denken dat we op die manier het heel toegankelijk maken. En er is nog één belangrijk ding, wat we geleerd hebben van de kinderopvangtoeslag, is dat we ook moeten zorgen dat er directe financiering komt. Dus dat de mensen niet hoeven voor te schieten, hè? Want 3 dagen naar een crash voorschieten zit al tussen de 8 en 1000 euro per maand voor mensen. Nou, stel dat daar wat misgaat, met terugbetalen, dat is een verschrikkelijk bedrag. Daar raken mensen helemaal... Maar Wietske, je geeft aan, gratis is het toch, behalve als je meer dan 7000 euro verdient. Dus je hoeft toch niks voor te schieten? Jawel, je zal altijd moeten kijken hoe je het gaat financieren. Want dat geld dat moet wel of naar de gasthouderenopvang of naar de crash toe.
of naar de BSO. Dus want dat is alsnog een betaling. We moeten een systeem gaan maken met z'n allen, waarbij je wel goed kijkt van ja, wie heeft daar recht op? Als CDA zeggen we wel echt van het is wel voor de kinderen van ouders die beide werken, of dus waarvan de een de zorg niet kan hebben, maar de andere wel werkt. Dus dat is een hele belangrijke. En ik denk dat het ook heel belangrijk is, als we het hebben over goed afstemmen van werk en kinderopvang, dat we heel goed naar die gastouderopvang ook kijken. Omdat kinderopvang vrij beperkt kan zijn met uren. Dat is vaak van 9:30 tot 6:30. Maar niet alle beroepen zijn van die tijd. Goed, dus ook daar moet naar gekeken worden. We gaan even naar D66. Marijke van Beukering. Het is best een lastige klus nog. Zijn jullie voor of tegen? Ja, sorry, wij zijn hartstikke voor. Het is gewoon ook ons plan. Kijk, wij willen dat bekostigen door die hele toeslagensysteem af te schaffen. Dat is onnodig. Er wordt ongelooflijk veel rondgepompt. Dat kost al heel veel geld. Het tweede is hoe wij het willen gaan betalen. Wij willen namelijk de belasting op inkomen gaan verminderen. Maar we willen de belasting op vermogens gaan verhogen. En dat betekent dus dat als je twee verdieners bent en je hebt heel veel geld op de bank, dan word je op die manier, krijg je meer belasting te betalen. En daarom weten wij, we hebben het ook door laten rekenen, dat daarmee de inkomensongelijkheid gewoon veel minder gaat worden. We denken ook dat daardoor vrouwen makkelijker kunnen gaan participeren en dus wel op zoek kunnen gaan naar een baan waarbij ze meer dagen kunnen werken. Maar we vinden het ook belangrijk voor de emancipatie van de man dat we dit op deze manier mogelijk gaan maken. Dus wij zien heel veel redenen om het zo in te voeren. En het laatste wat ik hieraan zou willen toevoegen, als alle kinderen gebruik kunnen maken van de kinderopvang, dan spelen ze met elkaar, dan leren ze van elkaar en dan geef je die kinderen gelijke kansen voor hun toekomst. Ja. En Marijke, zijn jullie voor hetzelfde voorstel als de SP? Dus 4 dagen in de week volledig betaald door, in ieder geval gratis. En ook niet gekoppeld aan werk of niet werken? Ja, klopt. Helemaal. Ja, dus wat dat gaat de SP en D66 op dit punt op 1 lijn. Laten we even kijken bij de PvdA. Volledig gratis kinderopvang of ook de nuance 4 dagen. Maar dan wel voor iedereen, werkend of niet werkend. Ja, laat ik eerst vooropstellen waarom willen we dit. Want als je kijkt naar de PvdA, dan zeggen wij dat alle kinderen vanaf 0 tot 4 jaar toegang hebben tot een door een publiek gefinancierde kinderopvang, zonder winstoogmerk. Dus ook die marktwerking willen we eruit halen, omdat wij vinden dat elke kind daar recht op heeft. Je moet met name kijken naar de kosten en de baten. Want ik snap wel dat je nu miljarden investeert, maar waar het toe kan leiden en hoeveel geld dat ons kan opleveren en ook de maatschappelijke, sociaal-maatschappelijke positieve impact die het heeft, die is best groot. En dat is in mijn beleving het geld waard. Dat is in de eerste plaats al die kwetsbare kinderen die nu de mogelijkheid krijgen om naar een kinderopvang te gaan. Dat gaat heel veel opleveren, ook op scholen. We pompen nu heel veel geld naar scholen in kwetsbare wijken, waar kinderen een achterstand hebben, een achterstand in taal, in leren. Maar ook inderdaad de mogelijkheden creëren voor vrouwen om beter te participeren. En ook voor mannen, dat ze die verdeling goed kunnen maken. Want wat zie je in de praktijk? De vrouwen verdienen al minder. De kinderen worden geboren. Het kind moet naar kinderopvang, is te veel geld. Denkt de vrouw, nou weet je wat, dan ga ik wel iets meer en minder werken dan de man. En dan hou je eigenlijk iets in stand. Dus zo'n vicieuze cirkel kan je alleen doorbreken door dit soort maatregelen te nemen. En ik geloof dat de baten straks hoger zijn dan de kosten die we maken. Ja, oké. Dus eigenlijk toch nog steeds dus de kinderopvang eigenlijk als het instrument om heel veel problemen binnen de emancipatie op te lossen. Dank, volgens mij, Partij voor de Dieren en GroenLinks. Jullie zijn ook voor de gratis kinderopvang. Dus dank voor dit blok. Want de tijd die tikt meedogenloos door. We hebben nog 5 minuutjes. En we zijn natuurlijk ontzettend benieuwd naar de uitslag inderdaad van onze kijkers. 64% is het daarmee eens en 36% is het oneens met de volledig gratis kinderopvang. Dus dat ligt toch ook op onze kijkers wat genuanceerder dan in ieder geval het quotum naar 50%. Ja, en zijn we natuurlijk ook heel erg benieuwd wie jullie de winnaar vinden van dit verkiezingsdebat op Internationale Vrouwendag 8 maart. En ik zag al even in de chat voorbij komen. Nou, dat is wel heel erg
masculien, hè, zo'n winnaar bepalen. En is dat nou wat we willen? Nou ja, als je het inderdaad, zie het even met een knipoog. Het is toch ook wel leuk om even te weten voor onze debaters hoe ze het ervan afgebracht hebben. In de beperkte tijd en spreektijd die ik ze misschien zo af en toe heb gegeven. Maar wie heeft het debat gewonnen? Het is misschien ook wel een beetje stereotyp, hè? En wat bedoel je daarmee? Nou, dan zeggen mannen zijn van het winnen en vrouwen doen alles samen. Dat is natuurlijk ook een beetje, volgens mij moeten we juist de diversiteit ook binnen de geslachten waarderen. Er zijn ook vrouwen die van winnen houden, hè? Laten we dat in ieder geval ook voorop stellen. We laten hem nog even openstaan, want ik wil heel graag ook Kitty Jong er nog even bij vragen. Ik weet of Kitty in beeld kan. Volgens mij hebben we dan net iets te veel mensen. Hè? Dus ik zou zeggen, debaters, dank jullie wel. Ik denk dat jullie even dan uit beeld gaan. Ik neem straks nog afscheid van jullie. Maar dank voor jullie openhartigheid en jullie dynamiek. En veel succes met de verkiezingen. We horen zo nog even de uitslag. Hè? Dus blijf wel nog even bij ons. Want Kitty, ben jij ook nog bij ons? Kitty Jong, de vicevoorzitter van de FNV. Oh, daar zie ik je. Ja, hartstikke goed. Ja, Kitty, want nou, we hebben natuurlijk in een wervelwind zijn we door 5 belangrijke thema's gegaan. Ook 5 belangrijke thema's voor de FNV. Ik heb het idee dat er best wel wat bondjes gesloten kunnen worden en dat er een aantal goede coalities mogelijk zijn. Wat heb jij gehoord? Oh, Kitty, even je geluid aanzetten. Dankjewel. Nou ja, allereerst dank. Ik word hier wel blij van, uiteraard. Ik zie ook heel veel nieuwe politieke talenten, dus daar ben ik ontzettend blij mee. Ik loop ze toch even langs met je welnemen, Anoushka. Ik schrok een beetje van de discussie over de 15% loonsverhoging. Daar gaat de politiek natuurlijk helemaal niet over. Dat doen wij aan de cao-tafel. Hè. Daar zijn vakbonden voor om dat te onderhandelen. Alleen vrouwen zijn heel veel werkzaam natuurlijk in publieke sectoren ook. En daar hebben wij natuurlijk wel investeringen in publieke sectoren voor nodig. Als die er komen, kunnen de lonen ook omhoog. Hè? Want daar schermen nu werkgevers al mee van ja, we hebben geldtekort. We zien dat bijvoorbeeld de UMC, de Universitaire Medisch Centrum, Centra, daar loopt de cao vast. Omdat werkgevers zeggen, ja, we krijgen te weinig geld. Dus daar moet geïnvesteerd worden, dan gaan die lonen omhoog. En dat is natuurlijk dan ook voor mannen en vrouwen. En dan krijg je, omdat ze oververtegenwoordigd zijn, komt het dan wel meer in balans. Als je zegt, wie gaat dat betalen? De vraag is natuurlijk wel, nu wordt het niet betaald. Leven heel veel mensen die hard werken in cruciale sectoren op een minimumniveau. Dus het is natuurlijk wel een herverdelingsvraagstuk. Het gaat meer kosten, maar je krijgt wel een grotere, brede welvaart. En je kunt er ook voor kiezen om andere dingen niet te doen. Ik ben blij dat er veel steun is voor strenge wetgeving rond Equal Pay. Want de lasten voor de vrouwen die daar nu last van hebben, oneerlijk worden betaald. En we hebben het hier over het discriminatoire aspect, hè? Niet de deeltijdfactor. Dat is een andere discussie, arbeidsmarktdiscussie. Nu is die last veel te zwaar. Er is een omgekeerde bewijslast. Dus als je te weinig betaald krijgt, moet jij het bewijzen dat het zo is. Ja, hebben we ook teruggehoord in het debat. Ja. Seksuele intimidatie. We hebben gewoon een ILO-verdrag. 190. Dat moet het kabinet nu gaan ratificeren. Er wordt nu te veel gerekend op werkgevers dat ze het zelf wel in orde hebben. Dat is niet zo en het is onacceptabel. Dus die ILO-verdrag moet aangenomen worden. Want dat geeft de wetgever tools. Stok achter de deur. Het vrouwenquotum, waarom niet 50%? We zijn de helft van de bevolking. En als je veel vrouwelijke leiders hebt, die kunnen er dan ook hoogst persoonlijk op toezien dat het ook in de weg naar de top op orde komt. Want het is een veel groter probleem. Die aspecten zijn ook genoemd. Maar je zult wel vrouwelijke leiders nodig hebben. Want anders blijven we in diezelfde cirkel waarin we nu zitten. Die moet doorbroken worden. Dan maar via de top. En dan kinderopvang als basisvoorziening. Dat moet voor alle kinderen. En ook voor alle moeders.
Want wat het aspect wat ik niet genoemd hoor, nou wel een beetje tussen de regels door. Als kinderen gewoon, hè, het is goed voor de kinderen, voor de gelijkheid, de kansengelijkheid, maar het is ook goed voor de vrouwen. Vrouwen in de bijstand kunnen dan scholen. Vrouwen in de bijstand kunnen dan aan het werken. En Sonke noemde het ook al even de participatie. Ja. Dus die arbeidsparticipatie heeft McKinsey ook natuurlijk 2 jaar geleden al haarfijn uitgelegd. Die gaat gigantisch omhoog. Dus je haalt er ontzettend veel geld aan over. Nou, ik zie en dus en veel maatschappelijke winst dus ook met de kinderopvang. En maatschappelijke winst, maar ook gewoon harde munt. Meer belastinginkomsten. En daar kun je dat uit betalen. Dus ik zie daar heel veel draagvlak voor. Ik heb meegeschreven. Ik heb wat namen genoteerd. Dus ik heb er hoge verwachtingen van. Nou ja, het was in ieder geval duidelijk hoe de verschillende partijen daarin stonden. Dus inderdaad, doe daar je voordeel mee, Kitty, zou ik zeggen. Ja, en laten we toch eens even kijken wie de winnaar is van het debat. Deborah, hebben wij inderdaad een uitslag? Kunnen wij dat in beeld krijgen? Want wie heeft het volgens onze kijkers het beste gedaan? Nou, we zien Songül Mültler van de PvdA. Van harte gefeliciteerd. 41% van onze kijkers heeft jou uitgeroepen tot winnaar van het debat. En een heel stukje wachten. Maar daarna komt toch Leonie Gerritsen van de Partij voor Dieren op de tweede plek met 20%. Nou, dames, van harte gefeliciteerd. Goed gedaan. Ja, ik dank jullie nogmaals alle 7 voor jullie aanwezigheid. De tijd die jullie beschikbaar hebben gesteld. Het delen van jullie standpunten. En ik wens jullie natuurlijk heel erg veel succes bij de komende Tweede Kamerverkiezing. En voor al onze kijkers, ja, heel erg bedankt voor het kijken. Ook voor het meechatten. Ik heb zo met een schuin oog naar de chat gekeken. En die was ook goed in beweging. Dus nogmaals hartelijk dank. Fijn ook dat jullie Internationale Vrouwendag vandaag met ons hier hebben gevierd. Ik wens je nog een hele erg mooie dag. En natuurlijk ook heel erg veel succes bij de implementatie van al deze noodzakelijke maatregelen. Om te zorgen dat inderdaad mannen en vrouwen op een veilige, prettige en welvarende manier in Nederland kunnen leven. Dankjewel voor het kijken en heel graag weer tot de volgende keer. Tot ziens allemaal.